Wat? Heel kort? Ja, ja, die snap ik ook heel kort. Nou, dat is in het voordeel van dit verhaal. Ja, dus 5 september, niet vreselijk lang geleden, kreeg Groot-Brittannië na een reeks aan schandalen verdween Boris Johnson, een nieuwe premier. Dat werd Liz Truss, werd op het zadel gehezen door de partij van dit wordt de nieuwe Margaret Thatcher, werd ons beloofd. Ja. Nou ja, het is geen Theresa May voor de duidelijkheid. Ja, dat is heel belangrijk om erbij te zeggen. Maar en we zijn 45 dagen verder en het is alweer gedaan met haar. Dat is een hele korte samenvatting. Groot. Maar dan moet je nog bij zeggen, de eerste 2 weken van haar premierschap stonden volledig in het teken van het overlijden van de Queen. Ja. De begrafenis. Dus toen was er amper iets te doen voor haar als premier. Dus ze heeft feitelijk maar 30 dagen geregeerd. En toen was het, gisteren hoorden we dat het gedaan was. Ja, ze had een belastingplan bedacht samen met de minister van Financiën, dat er al eerder uit vloog. En de minister van Middellandse Zaken vloog er ook al eerder uit. Wat niet heel erg goed viel. Wat was het grootste probleem van het plan? Nou, het idee van het plan was, we gaan de belastingen voor de hoogste inkomens gaan we enorm verlagen. Dan hebben die mensen veel meer te besteden. En dan, dat noem je trickle down. En Ronald Reagan heeft dat ooit in de jaren 80 in Amerika al bedacht. En als die mensen meer gaan besteden, komt het uiteindelijk ook bij de laagste inkomens terecht. Nou, de financiële markten dachten daarvan, heel slecht idee. Vooral omdat belastingverlaging betekent dat er natuurlijk veel minder geld binnenkomt in de schatkist. Ja. En er was geen enkel plan om dat grote gat in de begroting, 70 miljard maar liefst, te compenseren. Ja, toen zagen we dat het pond echt kelderde tot het laagste punt ten opzichte van de dollar aller tijden. Rente ging omhoog, wat heel pijnlijk was voor heel veel Britten die vaak kortlopende hypotheken hebben. Die voelden dus letterlijk dankzij dit beleid van de een op de andere dag dat hun maandlasten enorm opliepen. Kortom, de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië, wat toch als een respectabele economie werd gezien, ging drastisch naar beneden. Ja, en dat straalde natuurlijk volledig af op deze regering. En zij dacht eerst van, nou, als ik die minister van Financiën eruit gooi, dan is het probleem opgelost. Ik schuif de schuld op hem af. Mm-hmm. Maar zij was degene die dit allemaal bedacht. In de strijd om het leiderschap zei ze voortdurend, op dag 1 ga ik de belastingen verlagen. Toen zei haar belangrijkste tegenstrever, Rishi Sunak, dat was minister van Financiën onder Boris Johnson, die zei, die zelf het gat had kunnen dichten met zijn vermogen, maar ga door. Ja, ja, inderdaad. Rijkste politicus aller tijden in Groot-Brittannië. Bijna miljardair, Rishi Sunak. Overigens de grote kans hebben om haar op te volgen nu. Okay. Maar die zei toen al, fantasy economics. Dit moet je niet doen. Dit is waanzin. En elke econoom die hierover vroeg, zei, dit is totaal onverstandig op te doen. Toch deed ze het. Ja. Ja, en nu weten we hoe het is afgelopen. Het is een beetje als in een huwelijk soms, als je vrouw niet wil luisteren, toch? Of zeg ik nu raar in de Pieter? Mijn vrouw luistert altijd naar me, ook als ze wegloopt. Oh ja? Ook als ze op het huis had. Ja. Ze kan ook door de vingers in de oren luisteren, dus nee, die doet dat prima. Ja, maar snap je dit? Begrijp jij hier iets van? Helemaal niks. Er zitten toch mensen naast? Ze is zelf ook niet dom, mag ik aannemen. Nee, verstandige mensen. Ik vind het griezelig eraan, het is ook een twee-partijen-systeem. Want er komen eigenlijk nog vervelende verkiezingen aan de Verenigde Staten, waar heel veel mensen zich nog drukker over maken dan Groot-Brittannië. Omdat wij het altijd over veel te veel partijen hebben. We hebben zij er veel te weinig. Maar dat er zelfs weer gespeculeerd wordt dat Boris weer terugkomt. Dat vond ik echt het absolute gekketje van de klas. Hoe kan dat nou weer in vredesnaam? Ja, andere Boris, Boris al aan tafel. Oh, nee, die zo meteen mee mag gaan zingen. Ja, Boris, we hebben het niet over jou, voor de duidelijkheid, Boris van Alphen. Ja, jammer. Ja. Ja, jij zou het wel kunnen, hoor, denk ik. Het Verenigd Koninkrijk beter dan Liz Truss in ieder geval. Ja, 45 dagen moet kunnen. Dat hou ik wel vol, ja. Dat moet jou lukken, Boris. Maar hoe real is dat beeld? Nou ja, toen ik dat gistermiddag hoorde, dacht ik, ik kon het niet geloven. Want die man is afgetreden, nou, zoals ik net al zei, allerlei schandalen. Ja. Leugens verteld, aantoonbaar. Nou, er wordt zelfs nog onderzocht of hij ook het parlement heeft misleid, wat normaal gesproken een absolute doodzonde is. Hij was echt even van het toneel verdwenen. De afgelopen weken hebben we hem bijna nergens gezien. Hij was op vakantie in het Caribisch gebied. Ik neem aan dat ze ook zwanger is. Ja, kan als niet anders, toch? Ja, tijd voor natuurlijk. Ja. En hij is weer verbrand natuurlijk. Ja, daarnaast ook wel aardig detail. Hij was ook even een aantal keren opgetreden voor een luttele 150.000 pond voor een speech. Even in Amerika. Ja, is minder waard, hè, die pond nu. Dat is wel, ja. Dat heb ik met je rekening mee. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar, voor een speech. Maar ongelooflijk toch, hè? Want hij is nog steeds parlementariër. Dan mag hij gewoon weer dit soort speeches geven. Dus hij was lekker zijn zak aan het vullen, had een mooi leven. Maar hij had denk ik wel, want hij zette heel erg in op Liz Truss als zijn opvolger. Nou, Boris Johnson doet nooit iets wat niks met Boris Johnson te maken heeft. Nee. Hij wist natuurlijk ook wel, deze vrouw is ongeschikt. Hè? Die is weliswaar groot gemaakt, ook door de rechtse pers in Groot-Brittannië. Zij gaat het wel even doen. Maar ik denk dat hij ook wel het idee had van, als zij faalt, dan, nou ja, waarom zou ik er niet nog een keer een gooi naar doen? En wat mij verbaasd heeft, is vandaag zie je heel veel conservatieve parlementariërs zeggen, het is eigenlijk heel goed als Boris Johnson terugkomt. Hij heeft ons die grote verkiezingsoverwinning gebracht. Weten jullie nog, 2019? Ja, kijk nou, in Nederland met
met alle toeslagenaffaires en zo die we hebben gehad, waar het een paar maanden na de verkiezingen Rutte kon gewoon doorgaan, nou ja, alsof het niet gebeurd was. Nou ja, hetzelfde kabinet, boem, daar gingen we weer. En dat krijg je dus nu in Groot-Brittannië ook. Dat dus diezelfde want heel veel conservatieven, ze hebben hem zelf weggestuurd, hè, de partij. Wel met groot applaus en egaars werd hij uiteindelijk, voor Downing Street was dat volgens mij toch, of niet, waar hij toen vertrok. Zeker. Maar dat was, Liz Truss stond helemaal niemand, leek het wel, toen ze verrichtte. Nee, dat was, die was ook binnen drie zinnen voorgelezen, die verdween weer achter die grote deur van nummer 10 en weg was ze. Maar het is dus echt mogelijk dat het gaat gebeuren, dit, Tim. We moeten dit weekend gaan we zien hoeveel steun die daadwerkelijk krijgt in de fractie. Je hebt 100, ze hebben nu de regels afgesproken, je hebt 100 parlementariërs nodig die je moeten steunen voor je kandidatuur. De Conservatieve Partij heeft er bijna 360. Dat is echt veel. Nou ja, dus tot nu toe staat hij. Hoeveel brieven waren er destijds binnengekomen die hem weg wilden hebben dan? Tientallen. Ja, alleen al 60 mensen uit zijn eigen regering waren opgestapt. Dus daar zitten nu weer mensen bij die zeggen, ja, misschien moet hij toch maar weer terugkomen. Dus het is een enorm opportunistische partij geworden. Dat hebben we natuurlijk sinds Brexit eigenlijk voortdurend gezien. Hè? Want het is een aaneenschakeling natuurlijk van politieke crisis, chaos. Maar hoe vaak kun je dat als partij herhalen? Er zijn verkiezingen geweest. Hoe vaak kunnen ze nieuwe premiers naar voren schuiven? Ja, de oppositie doet natuurlijk, wordt het niet eens een keer tijd voor nieuwe verkiezingen, want je maakt er een zootje van. Maar in Nederland vinden wij natuurlijk onbegrijpelijk dat een premier verdwijnt en dat er geen verkiezingen komen. Hmm. Maar in Groot-Brittannië heb je een conservatieve partij aan de macht die dankzij Boris Johnson dus die verkiezingsoverwinning in 2019 een meerderheid heeft van 80 zetels. Dus die kunnen doen met die macht tot de volgende verkiezingen wat ze willen. Ongelooflijk. Ze kunnen gewoon kun je er zo'n puinhoop van maken. Al denk ik wel, want je ziet ook de onrust in het land wordt natuurlijk steeds groter nu. De afkeer van die conservatieve partij is gigantisch. Ze worden gedecimeerd als er nu verkiezingen zouden komen. Ze staan in de peilingen rond de 14%. Dus ja, de hoop is dat er met een nieuwe premier. Ik moet dus echt nog zien of Johnson het wordt, hoor. Maar het je zei net ook die andere man die Sunak precies. Die geef ik zelf het meeste kans. Maar waarom is die? Die heeft Boris laten struikelen. Dat is de man de nek gebroken. En zo wordt het natuurlijk nu ook in de Boris vleugel van de partij uitgelegd. We gaan niet die Judas kiezen. Want dat was de reden waarom hij het ook niet werd, toch? Bij de mede. Maar hij is wel iemand, als hij premier wordt, die voor wat meer economische stabiliteit kan zorgen, die denk ik wat verstandigere dingen gaat doen en hopelijk een beetje het land in een rustige vaarwater brengt. Ik denk dat daar wel behoefte aan is. Maar en hij is financieel onafhankelijk natuurlijk. Ja. Begrijp ik. Ja. Maar is dat een voordeel, vind jij, in deze? Ja, dan kun je je eigen kamer inrichten, zo'n minister ook al. Je bent niet naar je werk, dan heb je die vragen ook niet over vergoedingen in het de kamer. Het is ook een nadeel, want hij is zo belachelijk rijk, waardoor de afstand tussen hem en de onderste lagen van de bevolking, die man heeft geen idee wat daar speelt, zou ik maar zeggen. Dus ik moet ook zien of hij een fantastisch premier gaat worden. Maar ik denk, als je nou moet kiezen tussen hem en Boris Johnson, het is natuurlijk ondenkbaar dat Boris Johnson blijft natuurlijk de man wie die is. Dat hij nu een soort heel ander premier zou worden. Dat hij niet meer de schandaleuze man wordt die dat kan helemaal niet. Dat is hij gewoon. Hè? Dat zit er maar in hem. Ja, natuurlijk. Engelse klap lijkt het toch ook wel weer fijn, misschien. Hè? Nou ja, hij was mega impopulair ook, hè, de afgelopen maanden. Dus ook onder de bevolking is er echt niet massale steun. Het enige is, die partij, die bepaalt uiteindelijk wie het wordt. En onder de conservatieve leden, hè, die uiteindelijk het laatste woord hebben, is Boris Johnson de meest populaire kandidaat. En die leden van de partij, het zijn er maar 170.000. Dan heb je het over 0,1% van de bevolking, zeg maar. Die bepalen dus al de afgelopen jaren wie de leider wordt. En dat is een hele radicale achterban. Die zijn zeer pro-Brexit, zeer welgesteld. Gemiddelde leeftijd 57 jaar. Blank. Ja, die houden wel van dit soort premiers zoals Johnson. Die hebben Truss de kans gegeven. Die dachten, lekker, hè, belastingverlagingen voor ons. Ja. En ja, als ze nu de keus krijgen tussen die Sunak en Johnson, ja, jongens, het is niet uitgesloten, hoor. Nou, hij heeft het wel helder verklaard allemaal, hè, die Tim de Wit. Dat doet hij goed, hè? Ik kan niks zelfs onthouden, heel goed. Ja, fantastisch.